Goedemiddag, welkom bij dit webinar waar we jullie zo dadelijk graag de nodige tips gaan geven, vooral ook naar communicatie toe, om maximaal in te gaan spelen op de winkeliercampagne, maar uiteraard ook op de winkelierdag die er binnenkort aankomt op 21 maart. Ik ben Kim Mampai, ik ben een van de projectcoördinatoren van de winkeliercampagne hier nationaal bij Unizo. Ik ga zo dadelijk het woord geven aan Peter van Bonka Circus, maar ik ga nog een aantal praktische zaken met jullie overlopen om dit webinar zo goed mogelijk te kunnen volgen. Misschien ook al eventjes meegeven dat als jullie problemen zouden ondervinden, dat jullie met ons kunnen chatten. Dus die problemen mag je ook altijd via de chat laten weten. En dan proberen we die zo snel mogelijk op te lossen. Normaal gezien kan je op dit moment de presentatie zien en hoor je ons misschien alleen maar. Maar als je ons ook graag bekijkt, dan kan je dat ook aanpassen op jouw scherm. Als je op PC of Mac aan het volgen bent, dan kan je in die GoToWebinar viewer waar je nu naar aan het kijken bent, klikken op een item webcams. Je kan dan kiezen voor hide webcam of show webcam en dan kan je vervolgens ook de live video vanuit de studio volgen. Tabletgebruikers moeten gewoon naar links of naar rechts swipen om te wisselen tussen de presentatie en de video. Zoals ik daarnet ook al zei, jullie hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Die vragen worden opgevolgd door mezelf. Ik ga zo dadelijk uit beeld en ik ga de chat bemannen. Dus als jullie vragen hebben of technische problemen zouden hebben, dan kan je ze gerust aan mij laten weten. Wat is er nog belangrijk? Dat is dat we de vragen achteraf gaan behandelen. Dus alles wat in jou opkomt, mag je gerust gaandeweg via de chat aan mij laten weten. Ik ga alles verzamelen. Ik ga zoals gezegd zo dadelijk eventjes uit beeld. Ik kom achteraf terug naast Peter zitten en dan gaan we de vragen die nog niet beantwoord zijn, samen met Peter er een antwoord op formuleren. Niet onbelangrijk misschien ook om te zeggen, is dat jullie vragen ook anoniem behandeld worden, zo tenzij dat je dat anders zou willen. Dus ik ga de vragen gewoon overlopen zonder daarbij te vermelden wie ze gesteld zou hebben. Peter, ik ga jou het woord geven. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Dankjewel, Kim. Ik ben Peter Verbist. Ik ben strategisch directeur bij Bonka Circus. Bonka Circus is een communicatiebureau dat samen met Unizo de winkeliercampagne heeft ontwikkeld. Ik ben sinds 30 jaar actief in communicatie. Ik ga jullie zo goed mogelijk door de winkeliercampagne leiden, maar voornamelijk aandacht schenken aan hoe de winkeliercampagne voor jullie kan werken. Want het gaat natuurlijk over jullie. Hoe kan die winkeliercampagne jullie verhaal en jullie winkelactiviteiten versterken? Dat gebeurt aan de hand van een presentatie die ik ga toelichten. En daarnaast kunnen jullie natuurlijk ook vragen stellen via de chattool. Daar had Kim het daarnet over. En een aantal van de vragen gaan we ook op het einde van de chat nog beantwoorden. Maar laat mij het eerst misschien hebben even over de problematiek en over het ontstaan van de campagne. We weten allemaal dat lokale handelaars het niet makkelijk hebben om te overleven. Daar zijn we ons allemaal van bewust. Er zijn meer en meer internationale spelers die op de markt komen, die natuurlijk hun producten en diensten op een hele snelle en gemakkelijke manier tot aan de voordeur van de consument brengen. En het is natuurlijk wel zo dat lokale handelaren zich meer dan ooit bewust worden van het feit dat ze moeten accentueren, benadrukken dat lokaal kopen belangrijk is. Dat is één belangrijke trend. We weten ook dat veel consumenten lokaal kopen belangrijker en belangrijker gaan vinden. Alleen weten ze het natuurlijk niet altijd welke winkel lokaal is en welke niet, hè, als het dan gaat over een fysieke winkel. Ze weten niet of die tot een internationaal filiaal behoort of niet. En ze weten het al zeker niet altijd als het een online verhaal is, hè. Dan weet je niet of die online site, of die website waar je naartoe gaat, of die behoort tot een lokale winkelier al of niet. Vandaar we weten ook dat er heel veel handelaars zijn die lokaal kopen gaan promoten. Maar het is natuurlijk zo, als we dat allemaal samen doen en allemaal samen op dezelfde manier doen, dan gaan we alleen maar op een sterkere manier communiceren. Dat is de reden waarom de campagne Winkel Hier is geboren door Unizo. Unizo nodigt jullie graag uit om in die winkeliercampagne mee te stappen. Het helpt natuurlijk dat Unizo een enorm groot bereik heeft om op die manier de campagne te versterken. En het is natuurlijk ook zo dat Unizo al die contacten heeft met overheden om gewoon inderdaad extra druk uit te oefenen om effectief ervoor te zorgen dat lokaal kopen meer en meer op de agenda gaat.
komen. Maar het gaat er nu even om van ja, hoe gaan we die winkel-hier-campagne voor jullie laten beter werken? Hoe kunnen we die allemaal samen versterken? En het doel is natuurlijk van winkel-hieren, wij noemen dat top of mind te maken, betekent eigenlijk dat iedereen er gewoon aan denkt en iedereen ook geneigd is om het te doen. We gaan ook altijd praten over winkelgieren. Ik ga dat nog eens benadrukken en niet over lokaal kopen, omdat winkelgieren is veel activerender. Zegt tegen mensen, koop hier, hè, winkel hier bij mij, in plaats van een algemene term als lokaal kopen te gebruiken. Hoe gaan we er nu voor zorgen dat winkelgieren meer en meer op de agenda komt te staan en tot actie voor jullie leidt? In eerste instantie kunnen we er allemaal voor zorgen dat winkelgieren meer en meer in ons dagdagelijks taalgebruik terechtkomt. Ik geef een voorbeeld en dat gaat over schrijven of over praten. Je kunt zeggen van kom lokaal kopen en koop een vers brood bij mij. Of je kunt zeggen van kom winkelgieren en koop een vers brood. Het verschil met het laatste is natuurlijk dat je op die manier op winkelgieren meer en meer onderdeel maakt van de dagelijkse manier van praten. Een tweede is dat je winkelgieren nooit op zich gebruikt, maar dat je altijd het tracht te koppelen aan de voordelen die winkelgieren heeft voor de samenleving. Voor de stad, voor de gemeente, voor de wijk, voor de straat waarin u actief bent. U stelt lokale werknemers te werk, dat is een maatschappelijk voordeel. U sponsort misschien door te winkelgieren, geeft u misschien de kans om de lokale voetbalclub te sponsoren, de lokale scouts te sponsoren. Dat zijn allemaal voordelen die u kunt tastbaar maken voor diegene die effectief bij u komt winkelgieren. En het is heel snel, is er een fotootje gemaakt met de lokale voetbalploeg die u sponsort of de lokale werknemer die u aan het werk stelt. En die foto of dat filmpje kunt u achteraf makkelijk delen op uw sociale media. Dus maar het is belangrijk om winkelgieren te gebruiken in taalgebruik, geschreven en gesproken. Het is ook belangrijk dat u dat iedere keer koppelt aan de voordelen die dat genereert, eigenlijk voor de gemeente, de wijk, de stad waar u actief bent. Maar daarnaast wil Unizo heel graag veel materiaal ter beschikking stellen om ervoor te zorgen dat u winkelgieren kunt versterken. En die kunt u vinden op de website winkelhier.be. Daar is een campagnegenerator die ter beschikking staat. En u zult aan de linkerzijde van het scherm ziet u dat u daar uw bedrijfsnaam kunt ingeven. U ziet ook daarna dat u kunt ingeven waarom winkelhieren belangrijk is voor de gemeente, stad of wijk waar u actief bent. Bijvoorbeeld, we stellen x aantal lokale werknemers te werk. Of wij sponsoren de voetbalclub. U ziet ook de kans om uw kleur aan te passen en onderaan ziet u ook welk materiaal u allemaal ter beschikking kunt krijgen door daarmee om te gaan. Mensen die bij Unizo aangesloten zijn, winkels die bij Unizo aangesloten zijn, kunnen dat materiaal ook personaliseren. Ik kan u even laten zien om welk materiaal het bijvoorbeeld gaat. U ziet daar een billboard. Het gaat hier over digitaal materiaal. En dat kunt u bijvoorbeeld personaliseren naar, in dit geval is Bakkerij Korst als voorbeeld gebruikt, maar het kan net zo goed Slagerij Janssen zijn of Kapperszaag Verbiest bijvoorbeeld. Die billboard kunt u bijvoorbeeld gebruiken als omslagfoto op uw Facebookpagina. Daaronder ziet u de e-mailhandtekening die u op dezelfde manier kunt aanpassen, dus ook digitaal materiaal. En op deze pagina die ik nu projecteer, ziet u hoe u een Facebook banner kunt aanmaken of een Facebook post kunt aanmaken die gepersonaliseerd is voor u. Dat zijn vier voorbeelden. Wij raden u aan om ze ook alle vier zoveel mogelijk te samen gaan gebruiken, want u weet natuurlijk niet via welk kanaal uw klant of uw potentiële klant bij u terecht kan komen. En hoe meer hij die dingen samen ziet, hoe meer het allemaal elkaar gaat versterken. Dit is digitaal materiaal. Het kan ook gaan om gedrukt materiaal dat u kunt gebruiken om in uw winkel op te hangen. Dit is een affiche die u kunt downloaden en die u kunt personaliseren en die u kunt afdrukken om bij u op te hangen in de winkel.
Dat is materiaal wat ik nu laten zien heb, dat gepersonaliseerd kan worden voor de Unizo-leden, maar ook de niet-Unizo-leden kunnen ook het materiaal downloaden, alleen wordt het dan niet gepersonaliseerd. U ziet hier links de Facebook-post waar staat winkel hier, koop bewust bij ondernemers van hier, dus ook op die manier gaat u winkel hier op de agenda zetten. U ziet rechts eigenlijk een website-banner waar wordt aangegeven waarom winkel hier belangrijk is, winkel hier met de W van werkgelegenheid. En u ziet eigenlijk links onderaan de e-mailhandtekening. Winkel hier opnieuw met koop bewust bij ondernemers van hier. Ook degenen die niet aangesloten zijn bij Unizo, raden wij aan om zoveel mogelijk het materiaal samen te gebruiken, omdat natuurlijk alles elkaar gaat versterken opnieuw. Er zijn naast dat materiaal, die beelden die ik laten zien heb, zijn er ook andere manieren waarop u de hele campagne kan versterken. En dat kan heel eenvoudig door de online interactie, dus het reageren van mensen en de mogelijkheid om te delen te vergroten. We raden aan om bij elke communicatie de hashtag winkel hier te gebruiken. Het voordeel daarvan is dat als iemand gaat zoeken online naar winkel hier, dat hij ook uw verhaal gaat vinden, uw communicatie gaat terugvinden. U kunt ook op andere manieren interactie creëren. Bijvoorbeeld, stel u voor dat u gewoon de vraag stelt op uw sociale media, op uw Facebookpagina of Instagram, waarom winkel hier u bij mij? Hè? Dan gaan mensen reageren en het gevolg daarvan is dat u dan weer content krijgt waarmee u die kunt delen. Maar daarnaast raden wij aan om zoveel mogelijk eigen verhalen te gebruiken om en die met winkel hier te koppelen, waardoor dat u de reden van de winkel hier duidelijk en duidelijker op de agenda zet. Ik ga u nu een beetje informatie geven over welke verhalen u kunt koppelen. En dat lijkt, dit is aan de hand van deze driehoek, dat u daar inspiratie kunt in vinden. Die driehoek lijkt heel complex. Ik ga u even doorlopen, zodanig dat het allemaal voor u begrijpbaar wordt. Die driehoek bouwt eigenlijk op drie pijlers. Dus voordelen voor de stad of voor de gemeente of voor de wijk of de straat waarin u woont kunnen gedefinieerd worden aan de hand van bijvoorbeeld economische weerwaarde. Of aan de hand van duurzaam of aan de hand van de beleving die u biedt. Laat mij het eerst even hebben over economische weerwaarde. Dus daar gaat het over lokale economie versterken of tewerkstelling betekent dat eigenlijk dat als mensen bij u winkelen hier, dat u daarmee mensen kan tewerkstellen uit de omgeving. U kunt daarnaast, en dan heb ik het over sponsorships, ook daar, wat ik daarnet ook al zei, lokale voetbalploegen, basketbalploegen, scouts en dergelijke meer sponsoren. U beslist natuurlijk volledig zelf of u dat doet of niet, maar als u het doet, dat zijn manieren waarom u kunt zeggen van kijk, winkel hier bij mij is belangrijk, want dankzij winkel hier kan ik daarmee een stukje investeren in hier de lokale gemeente of in de lokale economie. Ik ga een voorbeeld geven van een speelgoedwinkel. Blabloom, die dat gedaan heeft, en ik ga even lezen, die heeft daar een post over gemaakt, en die post luidt, dankjewel, dankzij jullie speelgoed aankopen in november en december, konden wij een mooi speelgoedpakket schenken aan VZW Kittelt, en of ze daar blij mee waren. U ziet een hele eenvoudige manier om inderdaad de reden van winkel hier naar voren te schuiven en het voor iedereen heel tastbaar en gewoon enthousiasmerend te maken. Dat was een voorbeeldje als het gaat over economische meerwaarde. Een ander voorbeeld is natuurlijk van de pijler beleving. Kan jullie ook inspiratie en verhalen opleveren? Waar gaat het om in dit geval? Door het feit dat jullie natuurlijk lokaal gevestigd zijn, weten jullie als geen ander welke producten jullie stad of gemeente of wijk nodig heeft. Ze weten ook dat ze jullie kunnen vertrouwen. Ze weten dat jullie een heel specifieke service kunnen aanbieden die ze misschien niet bij internationale spelers gaan vinden. En het is net die expertise, die service die jullie op die manier kunnen naar voren schuiven om de reden van winkel hier opnieuw, winkel hier bij jullie opnieuw te gaan ondersteunen. Ik geef even een voorbeeld. Dit is een voorbeeld, een krantenartikel dat verschenen is rond TUI, dat x aantal kantoren gaat oprichten, extra kantoren gaat oprichten met zelfstandige agenten in
in Vlaanderen, en waar duidelijk wordt gezegd van waarom dat belangrijk is, hè? Want die zelfstandige agenten die weten als geen ander eigenlijk wat de speciale wensen zijn van klanten, kunnen die ook op geen betere manier invullen dan zij. En het is zo dat online spelers dat helemaal niet kunnen invullen. Dus hier gaat het effectief over die beleving, die service. En dat is opnieuw iets, hè, als jullie een verhaal rondwinkel hierin brengen op jullie sociale media. Jullie kunnen dat ondersteunen met hoe jullie dat kunnen op een betere manier dan andere online spelers. En dan heb je een derde pijler, duurzaam. Ook dat kan jullie inspiratie opleveren door het feit dat mensen bij jullie winkel hieren, kunnen ze met de fiets komen, daar wordt de mobiliteit beter, daardoor wordt de luchtkwaliteit ook beter. En wordt het voor iedereen ook allemaal een beetje aangenamer in de gemeente, in de wijk, in de straat. Drie pijlers dus om verhalen rond te bouwen, waarmee dat je winkel hierin eigenlijk een stuk meer gefundeerd op de agenda kunt zetten, waarmee dat je materiaal vindt om op jullie social media kanalen en andere kanalen die jullie hebben. Misschien hebben jullie nieuwsbrieven om dat te gaan delen. Ik had het over het dagdagelijks integreren in het taalgebruik. Ik had het over inderdaad het koppelen aan de voordelen. Ik had het over de tools die ter beschikking worden gesteld door de campagnegenerator. Maar er zijn ook een aantal andere tools, instrumenten die wij aan jullie geven. Ander materiaal. Eén daarvan is een raamsticker. U ziet hem hier eigenlijk bij een bakker aangebracht. Een heel eenvoudig aan te brengen raamsticker die er ook voor zorgt dat jullie etalage natuurlijk nog kan gezien worden. Hij functioneert een beetje als een uniek label. Hè. En natuurlijk, hoe meer lokale ondernemers die gaan gebruiken, hoe meer dat we dat allemaal samen gaan versterken. Het werkt niet alleen bij die zaken die producten aanbieden. Het kan ook werken perfect bij die zaken die diensten aanbieden. Zoals hier een voorbeeld van een kapperszaak of een schoonheidsspecialist. Ook deze heeft effectief de raamsticker aangebracht en ondersteunt daarmee het verhaal. Maar zegt gewoon ook heel concreet van winkel hier bij mij. En daar gaat het natuurlijk om. Naast die raamsticker is er ook ander materiaal beschikbaar. Dit is wat wij noemen een wobbler. Het is eigenlijk een kaart die je op een hele gemakkelijke manier kunt bevestigen aan een kassa of aan een rek bijvoorbeeld. Er zijn een aantal Unizo-leden de Unizo-leden hebben in ieder geval dit materiaal al een keer mogen ontvangen. En het is natuurlijk zo dat je hebt de wobbler en de raamsticker opnieuw, als die twee elementen samen gebruikt worden, dan ga je dat iedere keer nog versterken naar iedereen toe. Je kunt ze ook apart gebruiken, maar samen gebruiken werkt gewoon altijd een stuk beter. Ik heb een aantal instrumenten doorlopen nu die wij jullie aanbieden, maar wij geven jullie ook de kans om gewoon zelf met het materiaal aan de slag te gaan of met winkel hier aan de slag te gaan. Jullie mogen de naam gebruiken zonder probleem. Jullie mogen ook het logo gebruiken. Hier is een voorbeeld van iemand die effectief het winkel hier brood lanceert, het brood van de maand. We kunnen ons net zo goed voorstellen dat een worst op een andere manier wordt genoemd en dat het gaat over de winkel hier worst bijvoorbeeld. Dus wij nodigen jullie uit om er creatief mee aan de slag te gaan. Hoe meer dat het gebeurt, hoe meer aandacht er komt en hoe meer dat het op de agenda komt te staan. Er zijn ook andere manieren nog om met winkel hier aan de slag te gaan en dat gaat eigenlijk over samenwerken. Ik ga een voorbeeld geven. Een kapperszaak. Als kapperszaak kun je bijvoorbeeld ook bloemen staan hebben van een bloemist in de buurt. Dan kun je ook naar die bloemist verwijzen. Je kunt, wij noemen het een beetje winkel hier bij mij en winkel daar voor andere dingen. Dus je kunt eigenlijk in je zaak ook verwijzen naar de bloemist van wie je de bloemen staan hebt. En als we dat allemaal inderdaad gaan doen als lokale ondernemers, gaan we elkaar ook gezamenlijk gaan versterken. Hoe dat kan gebeuren, dit is een voorbeeldje eigenlijk. Een voorbeeld uit het Mechelse. En hier zie je een groep van winkelhierders die zich verzameld heeft om een service aan te bieden aan bruidsparen die een bruidsfeest willen organiseren. En wat ze eigenlijk gezamenlijk zeggen onder de noemer van winkelhier is van je kunt bij ons eigenlijk alles vinden lokaal om inderdaad dat bruidsfeest op een hele prettige en aangename manier te laten doorgaan.
Dit is een ander voorbeeld dat uit Aalst komt. Aalst aan mij ligt, noemt het. En het is een platform eigenlijk, digitaal beschikbaar, waar inderdaad een heleboel zaken zich mee geassocieerd hebben en een winkelroute hebben uitgestippeld en daarmee aangeven van kijk, als je wilt winkelen hierin, dan hoef je gewoon deze route te vinden, te volgen en dan vind je alles wat je concreet nodig hebt. Dus heel veel manieren effectief om er creatief mee aan de slag te gaan en om winkelgieren nog meer dan ooit te laten leven. Wat er ook gebeurt is dat meer en meer gemeentes winkelgier gaan ondersteunen. Dit is een voorbeeld van Oudenaarde. Ik lees even mee waar ze inderdaad op deze manier met winkelgier zijn omgegaan. We hebben het ook gedeeld. Maar ze zijn niet de enige gemeente. Er zijn ook andere gemeentes die ermee aan de slag gaan. En om het ganse verhaal nog extra te versterken, wat wij ook gaan doen en nog meer gaan doen, is samenwerken met ambassadeurs, met influencers, zoals een Dieter Koppes, die jullie vast kennen van het programma Down the Road, of Frances Lefuburen van Make Belgium Great Again, of van Siska Scooters van Radio 2, nu vroeger Studio Brussel, die zich actief mee inzetten om winkelgieren mee op de agenda te zetten. Dus als je het allemaal bekijkt, er is gigantisch veel materiaal dat beschikbaar is om jullie te helpen. Er zijn gigantisch veel mogelijkheden die jullie hebben om met winkelgier aan de slag te gaan. Niet zomaar, maar met de bedoeling van jullie verhaal te versterken. Om te zeggen, koop bij mij, koop lokaal. En wij gaan natuurlijk nog veel meer andere dingen doen om dat verhaal verder te versterken in de toekomst. En dat brengt mij op de winkelgierdag. Dat is eigenlijk het laatste stukje dat ik met jullie wil doorlopen. De winkelgierdag vindt plaats op zaterdag 21 maart, dus dat is niet meer zo ver af. Het is geen dag zoals de dag van de klant. Wij vragen u niet om kortingen aan te bieden of geschenkjes aan te bieden. Eigenlijk is het gewoon een dag waarmee we winkelgieren in de kijker willen zetten, om dat nog veel meer te laten leven. We gaan daar ook apart materiaal voor ter beschikking stellen. Dat kunnen jullie nu inderdaad opnieuw ook aanvragen op winkelgier.be. En opnieuw is er materiaal voor diegenen die Unizo lid zijn. Dat kan gepersonaliseerd worden. En materiaal dat niet kan gepersonaliseerd worden, maar ook beschikbaar is voor diegenen die daarmee aan de slag willen gaan. Dit is een voorbeeldje van bakkerij Krok. Die inderdaad hier zowel materiaal voor een Facebook post of een banner heeft aangemaakt voor zichzelf, waarmee ze op hun sociale media zelf opnieuw winkelgierdag op de agenda kunnen zetten. En dit is inderdaad wat een andere ondernemer die niet is aangesloten bij Unizo heeft gebruikt om ook hier effectief mee te doen aan die winkelgierendag, materiaal online. Zelf gaat Unizo die dag of rond die periode heel veel campagne voeren in samenwerking met Vier bijvoorbeeld, in samenwerking met een Knak, in samenwerking met het laatste nieuws. Dus allemaal manieren om ervoor te zorgen dat winkelgieren die dag geweldig op de agenda staat, geweldig veel aandacht krijgt. Dus wij gaan ervoor zorgen dat dat verhaal voor jullie gaat leven en sterk gaat aanwezig zijn. Maar jullie kunnen natuurlijk volop meehelpen om dat verhaal ook mee te laten leven. En naast het materiaal, je kunt dat doen met het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt door jullie, maar jullie kunnen het ook zomaar doen door gewoon winkelgier in jullie geschreven communicatie mee te nemen of jullie geschreven woordgebruik mee te nemen. Of woordgebruik te koeren mee te nemen. En dan misschien nog als nog een aantal laatste dingen daar rond te zeggen. Vergeet ook niet alle communicatie die jullie rond winkelgierdag te doen om daar de hashtag winkelgier aan toe te voegen. Het is zo dat mensen die naar winkelgieren gaan zoeken online ook jullie verhaal uit te zien gaan krijgen. Dat is weer interessant natuurlijk voor jullie. En om het nog extra aandacht te schenken, gaan wij aan 10 winkelgiers die creatief met winkelgier aan de slag gaan, gaan wij 100 van deze zakken geven die zij kunnen uitdelen aan hun klanten om opnieuw winkelgier meer te laten leven. En het is zo dat Unizo begin april die selectie gaat maken van diegenen die het meest creatief met winkelgier aan de slag gegaan zijn.
Voilà, dat is eigenlijk ongeveer het verhaal dat ik jullie wou brengen. Ik zie dat we toch redelijk snel effectief het verhaal doorlopen hebben. Er is nu tijd om naar alle vragen te kijken. En ik vraag graag even dat Kim bij mij komt zitten om die vragen te doorlopen. Ik ga eventjes hier blijven zitten, want we hebben een klein technisch probleem met mijn laptop. Dus ik kan de vragen alleen maar op het grote scherm aflezen. Oké. Okay. Dus ik blijf nog eventjes uit beeld. Goed. Nu, op dit moment, er zijn best wel wat vragen gesteld, maar ik denk dat we op de meeste een antwoord hebben gegeven. We hebben inderdaad nog wel wat tijd, dus als er nog vragen zouden zijn, dan mogen jullie die zeker nog doorgeven op dit moment. Die ruimte is er zeker. Voorlopig zie ik dat er niets binnenkomt. Ik ga alvast dan misschien eventjes terug in de ja, hallo? Ja, oké. Okay. Zoals ik al zei, kleine technische problemen. Goed, hier ben ik dan weer. Misschien iets dat een aantal keer is gesteld. Duidelijk het onderscheid maken. De winkelierdag en de winkeliercampagne zijn voor iedereen. Dus zoals dat Peter ook zei, die campagne is er voor en van de winkelier. Het is ook jullie campagne. En dus naar materiaal toe is er heel wat materiaal beschikbaar op winkelier.be. Ik ben een beetje aan het met mijn micro. Dus er is heel veel materiaal beschikbaar op winkelier.be onder campagnemateriaal. Er is heel wat materiaal ook vrij te downloaden. Ik heb ook een paar keer de vraag gekregen naar, ja, er staan een aantal formaten. Ik heb nog een aangepast formaat nodig. We kunnen natuurlijk niet oneindig formaten gaan beginnen aanmaken of ter beschikking stellen. Maar wat ik wel altijd kan doen, is dat ik jouw bronbestanden bijvoorbeeld bezorg van specifieke materiaal, zodat je zelf nog aangepaste formaten zou kunnen maken. Dus als er zo'n zaken zijn, mag je die me altijd stellen via winkelhier@unizo.be. Materiaal, zoals gezegd, vrij te downloaden op de site. Het is uiteraard wel zo dat Unizo-leden een aantal extraatjes krijgen. Hè. Zoals onder andere die campagnegenerator, waar Unizo-leden dan materiaal kunnen personaliseren. De Unizo-leden hebben in principe ook al, ik denk een tweetal keer, de etalagesticker, de wobbler in de bus gekregen. Mocht dat niet het geval zijn, opnieuw stuur mij een mailtje via winkelhier@unizo.be, dan brengen we dat graag in orde. Maar ook als niet-lid kan je dat materiaal bestellen. We vragen daar een zeer bescheiden bijdrage van €10 voor. Toch ook een beetje de verzendingskosten en dergelijke te dekken. Maar dus opnieuw, materiaal is van iedereen en voor iedereen. En zoals dat Peter ook zei, ga ermee aan de slag. Ik ga nog eventjes naar Mike kijken, mijn collega. Misschien dat er momenteel nog vragen binnenkomen. Maar die krijgt ze hier. Super, dankjewel. Kunnen we ook zakken kopen? Die vraag krijgen we inderdaad ook wel vaker. Het is zo dat wij bij de lancering van de campagne winkelier draagtassen hebben laten maken. Nu, dat zijn zeer duurzame zakken die bij gevolg ook een iets hogere prijs hebben dan gemiddeld. Ik denk dat we ongeveer aan een €2, €2,5 per zak zaten. We hebben dat in het verleden ook wel zo aangeboden. Maar we merken dat die misschien voor sommigen wel ook wat duur uitvallen. Je mag me opnieuw altijd een mailtje sturen als je geïnteresseerd zou zijn. Nu, we hebben momenteel eigenlijk weinig of geen voorraad meer, maar we zijn wel aan het bekijken naar aanleiding van een volgende actie of dat we het inderdaad misschien nu wat budgetvriendelijker kunnen maken om ze toch opnieuw aan te bieden. Maar we zouden eigenlijk ook heel graag naar een oplossing gaan waar we de zakken ook kunnen laten personaliseren. Dus dat het niet alleen onze tas is, maar ook jouw tas. En dat we daar dan bijvoorbeeld ook nog een extra logo kunnen bijzetten. Dus we zijn dat zeker ook aan het onderzoeken. Ja, een kleine omweg. Ik krijg hier onder andere de vraag of dat de niet-leden eventueel via gegevens van een lidwinkelier materiaal kunnen personaliseren. We kunnen dat uiteraard niet controleren, hè? Dus ik zal het antwoord daarbij houden. Maar dus wat ik bijvoorbeeld ook nog wel aan meegeven, is wat je ook kan doen, bijvoorbeeld naar de etalagesticker. We krijgen die vraag bijvoorbeeld ook wel eens van steden en gemeenten, van ja, we zouden graag voor alle winkeliers op ons grondgebied 200 van die etalagestickers bestellen.
Steden en gemeenten kunnen ook een lidmaatschap hebben bij Unizo, maar het zou bijvoorbeeld ook via de Unizo lokale werking kunnen besteld worden, die wel ook een lidnummer hebben en die dus bij gevolg ook het materiaal ook in 200 stuks zouden kunnen bestellen. Dus er zijn effectief ook wel wat omwegen om materiaal te kunnen bemachtigen, ook voor niet-leden bijvoorbeeld. Ik zie dat Mike ondertussen nog aan het schrijven is. Dankjewel. Ik krijg hier een vraag ook over diensten verkopen in de vorm van een cadeaubon. Ik denk dat dat ons misschien op dit moment iets te ver gaat leiden van het huidige onderwerp. Dus stuur mij eventjes een mailtje via winkelier@unizo.be en dan zorg ik ervoor dat die vraag bij de collega's van de ondernemerslijn komen of komt die daar zeker een antwoord op kunnen geven. Meedoen met de wedstrijd om zakken te winnen. Ja, dat is misschien nog wel een goeie. Dus we hebben in onze kelder nog een aantal dozen met winkelier, de standaard winkelier draagtassen staan, die we graag via een wedstrijd aan jullie zouden geven. Dus we zouden 10 ondernemers blij willen maken met zo'n doos met 100 zakken in, om die dan op winkelierdag te kunnen uitdelen aan jullie klanten. Wat moet je daarvoor doen? Eigenlijk willen wij gewoon heel graag weten op welke manier dat jij in jouw zaak aan de slag gaat met winkelier. Steek dan in een videootje, maak daar een leuke foto van of schrijf misschien eens jouw verhaal ook uit op jouw sociale media van waarom dat het toch zo belangrijk is om het lokaal te kopen bij jou. Peter heeft het ook gehad, omdat je sponsort, omdat je personeel te werk stelt, omdat je op een heel duurzame manier werkt. Wij willen vooral ook dat jullie die verhalen, dat jullie daar trots op zijn, dat jullie die meer delen. Dus die verhalen willen wij graag van jou horen. Dus het is de bedoeling dat je dat verhaal of die foto of die video deelt op sociale media, via Instagram of via Facebook, met de hashtag winkelier, tag Unizo daarin. En dan gaan wij binnen een kleine 14 dagen kijken wat er allemaal op binnengekomen is. En dan gaan wij daar 10 gelukkige winnaars uithalen die dan voor de winkelierdag nog zo'n doos met zakken krijgen. Nu sowieso gaan jullie deze week zeker als lid en normaal ook als niet-lid, als jullie al in onze bestanden zouden zitten, ook al die informatie over de wedstrijd, over de campagnegenerator, over het materiaal, de video van deze webinar nog eens in jullie mailbox krijgen. Maar opnieuw, mochten er toch vragen zijn, altijd welkom via winkelier@unizo.be. Het logo van winkelier, mag dat zomaar gebruikt worden? Opnieuw, als je op winkelier.be naar campagnemateriaal gaat, kan je daar effectief heel wat materiaal downloaden, onder andere ook het winkelier logo. En je mag dat inderdaad ook vrij gebruiken. Het is ook zo dat wij sinds eind 2019 dat winkelieren woord van het jaar is geworden. Wij zijn vandaag opgenomen in het woordenboek, wat eigenlijk maakt dat we misschien nog weinig vat hebben op het gebruik van winkelier. Nu, als winkelier gebruikt wordt in de context waar het vandaag over gaat, en als jullie die gebruiken als trotse winkeliers, kunnen wij dat alleen maar aanmoedigen en mag al dat materiaal vrij gebruikt worden. Het is alleen zo dat als we merken dat er bijvoorbeeld op een of andere manier misbruik van gemaakt zou worden, als bepaalde partijen het echt commercieel zouden gaan uitbuiten, dan kunnen we daar wel op reageren. Maar als dat in de juiste context wordt gebruikt om jullie te promoten, dan zijn daar eigenlijk weinig of geen beperkingen aan. Kijk nog eens naar mijn collega. Hij heeft er hier al neergepind. Is deze actie jaarlijks? Dat is zeker iets wat we gaan bekijken. En dat is zeker wel de ambitie. Het is voor ons nu ook de eerste keer. Je weet het of je weet het niet, maar we werken voor deze winkelierdag ook samen met de Pool, wat vandaag eigenlijk het huis is daarboven, onder andere het Nieuwsblad, Vier, Knak, Libelle, boven al die verschillende media staat. Je zal dus de komende weken ook nog heel wat over winkelier en de winkelierdag zien via die verschillende kanalen. Er komt een tv-spot op Vier en dergelijke. Dus we gaan kort na de actie zeker ook met hen evalueren, maar het is zeker wel de bedoeling om hier een jaarlijks iets van te maken. We willen het vandaag eigenlijk heel graag vergelijken met wat, we zijn dan zeer ambitieus misschien, met wat moederdag of vaderdag of secretaressendag is. Winkelierdag moet een dag zijn dat iedereen, de winkeliers, is extra apprecieerd. En eigenlijk doen ze dat een heel jaar door, maar er is geen enkele dag dat we vandaag eens effectief het initiatief namen om ook gewoon eens dank u te zeggen tegen jullie. En dat is eigenlijk wel de bedoeling van de winkelierdag. Het is niet zoals dat Peter ook zei, weekend van de klant, dat doen we in het najaar. Dan mogen jullie de klanten in de bloemetjes zetten, maar 21 maart is jullie dag.
Dus laat dat ook nog eens heel duidelijk zijn. Ik krijg hier ook vragen over het e-commerce label van Unizo. Gaat ons misschien ook een beetje verleiden van het onderwerp. Dus opnieuw stuur mij gerust een mailtje winkelhier@unizo.be. Dan ga ik u de juiste links en dergelijke bezorgen om dat te kunnen aanvragen. En wat ik inderdaad, ik denk dat we dan vrij ver rond zijn. Ik heb het al een aantal keren gezegd, maar dus winkelhier@unizo.be, dat is onze mailbox. Dus als er nog vragen zijn, ook naar aanleiding van dit webinar of algemeen, of zaken die misschien helemaal niks met winkelier te maken hebben, geef ze gerust daardoor. Dan gaan we daar zeker via die weg nog een antwoord voor zorgen. De video, heb ik ook al gezegd, die krijgen jullie in jullie mailbox. Ook de presentatie van Peter, die zal deze week sowieso nog in jullie mailbox belanden met een klein evaluatieformuliertje. Ik weet dat het niet altijd iedereen staat te springen om een evaluatieformulier in te vullen. Het is voor ons een van de eerste keer dat we op deze manier eigenlijk een sessie geven. We geven heel veel fysieke sessies. We willen toch graag in de toekomst ook wel wat meer experimenteren en gaan werken met online verhalen. Dus we willen heel graag ook jullie bevindingen weten. Vonden jullie het fijn om op deze manier een sessie te volgen bijvoorbeeld? Nu, we gaan dit voorjaar sowieso ook wel weer een fysieke winkelieracademie organiseren. Het makkelijkste om op de hoogte te blijven is eigenlijk vooral om winkelier te volgen op Facebook. Dus daar zal sowieso de komende periode ook heel veel informatie te komen te staan over de winkelierdag. Maar in de toekomst ook over andere activiteiten of evenementen. Ik denk, ik kijk nog één keertje naar Mike, maar ik denk dat we kunnen afronden. Opnieuw, zoals gezegd, één adres, winkelier@unizo.be. En dan rest er mij alleen nog maar dank u te zeggen tegen Peter. Graag gedaan. Dank u om te luisteren. Dank u ook om aanwezig te zijn. En ik zou zeggen, geniet van jullie dag, van de winkelierdag op 21 maart. Tot ziens.